Jacques de Vries, initiatiefnemer van dit evenement. Hoe kwam je op het idee? Nou, ik had een aantal keer op Facebook een paar berichtjes voorbij zien komen van springfestivals in de buurt. En ik dacht, nou, dat lijkt me ook een keer leuk om dat in een Roldorf-omgeving te doen. Nou ja, mijn zoontje voetbalt hierbij in Zandhuizen. En 1 en 1 is 2. Ik denk, nou, ik zag de locatie. Ik denk, dit is een prachtige locatie om dat te gaan doen. Dus vandaar dat we hier nu staan. Tot hoe lang duurt het evenement? Het is van 10 tot 5. Dus vanmiddag kunnen nog genoeg mensen hier extra even vertoeven. We hebben nu ongeveer al 50 kinderen binnen. Die lekker aan het rollenbollen zijn. Lekker op de waterglijbaan. Ja, natuurlijk prachtig weer om dat te gaan doen. Wat zijn eentripprijzen? Eentripprijzen zijn voor de kinderen 3 euro. En voor de volwassenen mogen we gewoon gratis naar binnen. Ja. Hoeveel springkussen staan hier nu? We hebben hier nu 6 springkussen staan. Voetbaldarten. We hebben nog een stropdas schieten. Een pannenkooi. Dus van alles en nog wat. Een snelheidsmeter om te kijken of hard je kan schieten. Een gatennet. Dus er is van iedereen wat. Nou, Sjaak, veel succes vandaag. Komt helemaal goed. Dankjewel. Meneer Van der Saks, u eet zelf al ijsko. Ik vind het een lekker ijsje. Even testen, hè. Of het allemaal een beetje lekker is en goed. Zelf gemaakt? Zelf gemaakt ijs. IJs door de Rijden Saks. In hoeveel soorten? Oh, ik denk wel een 12 soorten ijs. Lekker ijs. Kom allemaal even naar Zandhuizen. Prachtig mooi festival. Springkussens, geweldig. Jullie Corrades, mijn dochter. Goedemorgen. Moeten jullie de hele dag hier wezen? Nee, wij gaan straks weer weg. Waarvoor staan jullie hier? Watervoorziening voor beveiliging voor als er brand komt. En als er brand komt, wat dan? Ja, dan zullen we water moeten draaien. Op die manier? Ja. Moet je even een verhaaltje doen tegen mij? Zo. Ja, waarom staan jullie hier? Waarom ben jij hier? Waarom ben je nu? Waarom? Waarom ben je hier? Heb je de trekker bij je? In de watertank? Ja? Ja. Dus laten we er een dansje doen en dan heet de Pingwins.